Yo kijkers en welkom bij een super coole aflevering van wie? Ja, van Timony. En zoals jullie al een beetje achter me kunnen zien, zitten ik en Wim zitten in een lift naar een hele grote berg met een super mooi watertje eraan. En de magneet is mee, dus we gaan zeker eventjes kijken wat daar in het water te vinden is. Maar voor nu is dit al super cool zeg, ik heb dit nog nooit gedaan. Ja, dit is echt, kijk eens. We gaan gewoon met de lift, omhoog, gaan we een super grote berg op. Kijk, er komt nog een andere lift. Ja, dit is echt gers man. Dit is echt gers, kijk die waterval daar in de verte. Ah, mooi hoor. Ja, mooi hoor. Zo, die is gers ook, die waterval. Ja? Ik denk dat wij wel de eerste zullen zijn die hier hebben gemagneetvist. Ja. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja. Dat is één ding wat zeker is, kijkers. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan vinden. Wat denk jij dat we gaan vinden? Ja, nou, wat jij al hebt, misschien een GoPro'tje. Ja, GoPro'tje, dat zou leuk zijn. Een telefoontje of leg er aan het water als stond diep. Ja, ik weet het ook niet. Maar misschien zegt John wel dat hij is geweest. Ja, John. Ja, die is over. Ik denk dat John hier ook wel is geweest. John, laat het even weten in de reacties als je bent geweest hier al. Ja, super fijn. Hey, kijk eens. Vinden jullie dit nou ook zo cool wat wij doen? Laat het dan ook eventjes weten in de reacties. Maar pomp ook die duim omhoog, want we zijn 2,5 uur komen rijden. We zijn 1000 kilometer van Nederland verwijderd. Nu misschien nog wel meer hoe hoger we gaan. Hé, kijk dan! Er leven daar gewoon koeien. Nee, schaapjes. Zijn grote schapen. Wow, hé. Die zijn mega groot, zeg. Doe even dat deurtje open. Ja, tuurlijk. Ja, in de magneten tegenaan. Ja. Ja, mooi man. Jammer dat het zo mistig is. Ja, en dan nat. Ja. Nou, we zijn hoog al hoor. En voor gratis hè? Ja, tot nu toe gratis. Tot nu toe gratis, ja, laten we niet te vroeg juichen. Nee. Laat dan vast eventjes een duimpje omhoog achter om ons geluk te wensen dat deze rit gratis is. Want anders kost het 6 tientjes. Ja, 30 euro per persoon. Maar laten we beneden komen zeggen, we hebben geen geld. Jij zegt gewoon. Gewoon in gebrekkig Nederlands, zeg maar. Jij zegt. Ja, super fijn. Nou, ik ga verder filmen als we bovenop die berg zijn. Wish us luck. Ja, met wat we gaan vinden daar zo. Zo, kijk eens, we zijn uit de kabelbaan. Ja, dan denk je dat ik hier ben. Nou, nee hoor. Moet je nog even 20 minuten lopen? 25. Ja, jammer, maar ja, wel de moeite waard. Althans, ja, het zicht, het is best wel mistig. Ik hoop dat die mist een beetje wegtrekt dadelijk. Als we aan zijn gekomen, want anders zien we geen moer. Maar ik heb er wel de volste vertrouwen in. Ik hoop jullie ook. Ja, het is wel echt een prachtige omgeving hoor. Goh. Midden in de natuur, hè? Eigenlijk midden in de natuur. Ja, ik zou hier wel kunnen wonen hoor. Ah, dan moet je multimiljonair zijn. Als je elke dag wil eten wel. Ja. Yes, kijkers! Een momentje wat ik zeker met jullie eventjes ga delen. Ik hoorde het net al vanuit de auto en ik deed gelijk. Ja, ik zag gelijk heel die Milka reclame voor me en ja, geweldig. Ik had gelijk trek in een Milka reep chocolade. Die ga ik zeker vandaag ook even halen, een reep chocolade. Want ja, kijk dit. Dit is geweldig. Echt, dat belletje. Dat is echt gewoon net alsof in de... Dit is dan volgens mij een beetje melkchocola met wit. Zie je dat, deze? Ja, komt die, kijk eens. Wat zeg je nou? Opletten dat ik niet in een vlei trap. Ja, maat, kijk mijn jas. Ja, hij is dan niet rood, maar wel opvallende kleur. Ja, dat heb ik ook aangevallen. Het is geen stier. Nee, het is geen stier. Maar wel geweldig. Ik zou je bijna willen opeten. Milka, Nospo. Hé, hey, maat. Kijk uit hoor, zie je pak met die hoornen. Dit is echt wild hoor. Hey, hallo. Enge dingen, hallo.
Ah, dat is 8120, man, die ken ik. Ja? Hey. Heb je een vijf, Tim? Ja. Ja, hey, maat, doe rustig. Ah, nee, ik hoef hem niet te aaien, nee. Ah. We gaan ook snel weer weg. Luchu. Daar, kijk eens, de witte chocolade. Rustig aan, afstand. Wow. Heb je even een chocje? Gaaf, man. Vinden we wel zo'n bel in het water. Dat zou gaaf zijn. Dat je zo'n koeienbel vindt. Wow, die heb ik eigenlijk nog nooit gevonden. Ja, een kleintje. En Joopie ook een keer in Amsterdam. Dat was ook een kleintje. Dat was weer meer een kat of een hond. Nee, dat was ook een koeienbel volgens mij. Alleen van een kleine koe. Ja, gaaf. Oh, ik zie Wim niet eens meer. Wim! Wim! Moet je kijken hoe mistig het is. Echt zonde. Kijk eens. Wim! Wim, waar zit je? Nou, we gaan even een sprintje trekken naar Wim toe. Ja. Kijk eens, kijk dit! Wow! Ja, je zou hier wonen, hé. Nou, dit is wel echt gers. Dit is echt super gers, ja, of niet, man? Echt waanzinnig mooi, hè? Kijk wat uitzicht zo hier. Ja, man. Het blijft nog steeds jammer van de mist. Ja, dit is echt super vet, man. Dit, ja, echt wel een beetje jammer van de mist. Alleen hier, ja, gelukkig is het hier wel dat je het wel goed kan zien, weet je niet? Dat is wel een voordeel, dat je het gewoon wel redelijk kan zien. Zo, kijk eens. Ja, we zijn aangekomen bij het super mooie water. Kijk dit, wauw. Dit is super genieten, toch? Dit is toch prachtig? In de verte daar nog een mooie waterval. Wauw. Dit is super schön. Zo, kijk eens. Ja, ik ben nog steeds super aan het genieten. Moet je die stenen ook eens zien? Ja, dat zijn geen schelpen. Maar ja, hier haal je ook wel je tenen aan open. Maar ja, dit is echt wel schön om te zien. En het ruikt ook echt hier naar verbrand hout. Weet je niet, ja? Oh, heerlijk. Die geur. En dan de pure natuurgeur die hier hangt. Echt, we halen echt een letterlijk en figuurlijk een frisse neus vandaag. Wauw. Heerlijk dit. Er zijn gewoon dames aan het zwemmen. Kijk dan. Nou, die hebben scheid. Misschien ga ik er ook wel in. Kijk eens. Laat nu allemaal massaal een reactie achter en een duimpje omhoog. Als jullie mij willen zien zwemmen in dit ijskoude water. Kijk, ze staan helemaal kou gekleurd. Wauw. Ja, super dik hoor. Die hebben lef. Ja, ja, het is echt wel, dit is wel echt heel gezond. Zullen we wel kijken, het is wel helder water. Kijken of we al een oogfonds zien of zo. Weet je niet, dat kan hè. Ja, het is echt mooi helder water. Dus kijk, hier kunnen we een bootje huren. Ah, dat komt allemaal daaruit, dat water. Zie je dat? Dat komt allemaal daar vandaan. Daar in de verte. Die dames daar is op de achtergrond. Oh. Zullen we vanaf daar gaan gooien? Daar? Misschien dat je daar, ja, het water in springt. Let's go. Nou, die dames die zijn lekker in het water daar zo. Die zijn echt lekker aan het zwemmen. Ik ga er ook lekker in. Maar kijk, dit is eventjes. Dit is toch super schön. Wow. Hey. Dit is echt genieten. Wauw. Op dit moment voel ik me echt even multimiljonair. Wat geld maakt helemaal niet gelukkig. Dit maakt gelukkig. Puur natuur. Wauw, dit is echt puur geluk hebben. Ik heb alles van de hele wereld. Heerlijk dit. Multimiljonair. Multimiljonair. Heerlijk dit. Genieten. Maar lang genoeg genoten. Ik wil weten wat er in het water ligt. Jullie ook. En daarvoor hebben jullie zeker op deze video geklikt. Dus we gaan kijken wat er voor jullie in het water ligt. Ja, magneten pakken en rammen. Maar het is echt... Wauw, ik ga er gewoon een slok water uitnemen. Dit moet je kijken, joh. Hoe helder water dit is. Dit is echt super helder water. Oh! Magnets away!
Gaaf hè, maat? Ja, mooie locatie, dat, hè? Ja, is echt... Maar we gaan even kijken wat eruit komt, ja, hè? Echt, dit is de rustgevendste magneetvisplek om te magneetvissen, echt. Ik denk niet dat we heel veel zullen vinden, maar je weet het nooit, hè? Een muntje. Een muntje, echt? Gaaf. Wat voor? Zie je dat? Of? Ik heb een lege magneet. Zo, dit is super lekker water, man. Waterval op de achtergrond. Het voordeel is als je vast zit, kun je gewoon het water in. Ja, je kan hier kun je het water in als je vast zit, ja. Dat is zeker zo, maat. Lekker mee zwemmen die reuze, haba. Lekker man. Hier toppie. Ja, 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 hier wordt ook gedronken. Ja, hier wordt ook gedronken, ja. Haba. Ja, wat mooi goudkleurig, ja. Hartstikke mooi. Ja, dat, ja, dat wel, ja, ja, ja. Had het wat wel mooi geweest. Stukje goud. Zo, wat een uitzicht zeg. Wauw. Kijk eens precies hoe ik het water in wil gaan. Enge dingen. Gaat het, wordt het ineens volop koud, man? Zo, ik heb helemaal kippenvel. Moet je kijken, joh. Wauw. Hier zijn ze lekker op een bootje. Ik ben er al een beetje in geweest tot en met hier. Maar het is echt stervenskoud. Wow. Maar voor jullie ga ik het wel doen, hoor. Althans, voor mezelf ook. Want het is wel een prestatie, weet je niet? In een ijsberg water. Koud water. Ja. Oh, min 30. Brrr, ijskoud. Wow. Ja, man. Super dik dit. Oh, wat is het koud water dit, zeg. Respect voor die mensen die net in het water aan het zwemmen waren. Ik ga het niet doen. Ik ga niet eens mijn onderbroek nat laten worden. Want ja, ik heb geen eens een handdoek bij me. Maar ja, super dik dit hoor. Echt lekker, man. Kijk eens, ik denk nog een oogvondst. Een of andere hondenriem. Oh, aardige schöne onderriem, zeg. Zo, goudkleurig. Die is schön. Nog een merkie. Geen idee wat erin staat. Weten jullie wat voor merk dat is? Laat het dan eventjes weten in de reacties. Maar er staat een nummer op. Zien jullie dat? Ja. Abba. Ik zal hem netjes... hier zo hangt een paaltje ijswalk. Daar zal ik hem netjes neerhangen. Of neerleggen. Leg hem wel neer. Of ik zal hem bij de receptie afgeven gewoon. Ja toch? Doen we dat wel. Ik hoor het jullie gewoon zeggen. Mietje, dat je dat water niet in gaat. Ja, Mietje, mijn benen die zijn gewoon verdoofd. Geen grap. Tot waar ik het water in ben gegaan, dat is gewoon helemaal verdoofd. Moet je nagaan hoe koud dat water is. Waarschijnlijk die mensen die hier aan het zwemmen waren, waren zwaar afgetrainde mensen. Die doen dit vaker. Die wonen hier waarschijnlijk of zo. Multimillionaires. En ja, die zwemmen hier gewoon vaker. Dat kent niet anders, joh. Wat was dat koud, zeg. Ik voel het nu nog steeds. Wim, super vet! Ja, we hebben toch weer wat, hè? Ja, een soort fuikie. Ja man, een visfuik. Ja. Visfuik. Nog vrij mooi ook, dus ik denk dat die nog wel gebruikt wordt. Dus ik denk dat ik hem hier maar achterlaat, ja. Ik ga zelf geen vis... Nee. Dat schiet niet op mij. In ieder geval iets, voor de rest was niet veel hier, Tim.
Nee man, nee, ja. Dus, ja, jij hebt wel lekker gezwommen geloof ik, hè? Nee. De kijkers weten het, ik was echt een mietje. Kijk maar, dat is nu ook weer volop mistig, zien jullie dat? Waarschijnlijk kwam die mist toen ik me uitkleedde. Ik had het in één keer sterrenverskoud toen ik me uitkleedde. Je voelt het nu ook, hè? Ja, maar nu wordt het echt koud. En het, ja, mijn voeten, nu zijn ze echt warm. Nu is mijn lichaam echt super warm. Maar daarnet was het nog helemaal verdoofd. Echt bizar. Wow, ja, maar kijk eens, inderdaad, het was niet zo heel veel. Maar we gaan jullie nog een beetje het gebied laten zien. En dan gaan we helaas afsluiten. Althans, niet afsluiten, want ik ga voor jullie een timelapse ga ik voor jullie erin gooien. Ja, dat we hier uit die bergen wegrijden. En dan gaan we genieten van een dikke vette timelapse. Nu gaan we nog eventjes genieten van de terugreis naar de lift. En hopelijk hoeven we die niet te betalen. Ja, dat is ook nog. Ja, man. Zo kijkers, ja, we waren te lui om te lopen. Dus we zitten nu in een touringscar. Ja, super fijn. Ja, dit scheelt een... Half uur lopen. Ja, half uur lopen. Met twee magneten in hem is toch. Ja, maar ja, dat kost een hoop energie. Ja. Dus dat scheelt dat weer dan. We hopen nog steeds eigenlijk dat we dadelijk niet hoeven te betalen. Ja, dat is even nog maar de vraag. Dus bind nog even met ons meekijkers. Kijk dit. Zo, kijk eens, dit is ons gelukt. Dat was gelukt. Tot nu toe, hè? Je weet niet wat er beneden is. Maar moet je eens kijken wat voor wiel er hier aan zit, zeg. Wauw. Dan moet je ook niet meer magneet tegenaan komen. Nee. Daar ben je ook kwijt. Zo, dan gaan we weer over. Gaat het lekker hard? Zo, dan gaat het hard, zeg. Ja, jammer dat het zo mistig is, zeg. Dus ik ken jullie niet te veel van het... de omgeving laten zien, maar wat een bizar uitzichtje was dit vandaag, zeg. Wauw. Ja. Kijk eens, helaas zijn we aan het einde gekomen van de video. Er komt nog een timelapse aan als we hebben afgesloten, dus dat is wel super fijn. Dat kan best wel lang gaan duren, maar voor deze video is het klaar. Is het klaar nou? Ik zou zeggen, abonneer, duimpje omhoog en tjalloos! Nee, thuis doen ze ook gewoon gezellig mee. Okay, doen jullie thuis ook mee? Ja? Oh, ja, dat ja. Met z'n allen. In 3, 2, 1. Tja. Ja, daar komt nou die timelapse.